Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij veel wolkenvelden over Nederland. En de wind is noordwest. En dat betekent dat we er nog wel eventjes mee te maken hebben. Maar de wind gaat geleidelijk wel draaien in de loop van de dag. Vanochtend hier en daar zelfs wat gespetterd. Temperaturen 7 tot 9 graden. En vanmiddag verandert er, wat temperatuur betreft, niet zo heel veel. Maar als gezegd, de wind begint naar het noorden te draaien en dat betekent dat opklaringen toch langzaamaan onze kant op komen. Misschien een klein beetje zon hier en daar en de kans op neerslag neemt in de loop van de middag af. Maximaal 10 graden langs de kust. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog, winnen de opklaringen steeds meer terrein en daalt de temperatuur al naar een graad of 6. In de nacht kan de temperatuur in het oosten van het land tot dicht bij het vriespunt dalen. Morgen wordt het 5 tot 7 graden. We hebben steeds meer zon in het weerbeeld. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en vanuit die hoek wordt koude en droge lucht aangevoerd. Het betekent voor de zondag een temperatuur van slechts 3 graden, ook maandag 3 of 4 graden, net als op de dinsdag. Er is veel ruimte voor de zon overdag en met brede opklaring in de nacht kan het licht tot matig vriezen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.